We stonden nog niet zo lang geleden tegenover de Albert Heijn en daar wordt driftig gebouwd. Ja, eigenlijk hier in Helmond Oost, mevrouw van den Barenburg ook. Jazeker, hier op het Lindbergplein willen we net zoals daar bij de Albert Heijn XL de gestandaardiseerde sociale huurwoningen toevoegen. En dat zijn er in dit geval 40 stuks. Mooi is dat er woensdagavond een bijeenkomst is geweest met eigenlijk een heleboel mensen over woningbouw. We willen bouwen, bouwen, bouwen. Ja, de hele regio wil eigenlijk vooruit en dan tot 2040 zijn we met elkaar aan het kijken waar kunnen die woningen dan het beste landen. Wat is dat eigenlijk hier voor een plekje geweest? Want was dit een verpauperd gebouw wat hier stond? Nou, hier stond een gebouw, een van de Pronto Flats, die al best wel lang hier stonden, sinds de jaren 60. En op het laatste moment is het wat antikraak gebruikt inderdaad. Ja, en het feit dat je hier nou woningen sloopt die geen lift hadden, een label F hadden, wat natuurlijk niet al te best is, ook zeker niet met de huidige duurzaamheidsmaatregelen. Nou, er komt een hartstikke mooi gebouw voor terug. 40 woningen, allemaal top label, A++. Dus in die zin is het alleen maar een winst voor de wijk. Meneer Sievers, bij uw aanstelling 3,5 jaar geleden had u toen gedacht dat dit hier gebouwd zou kunnen worden? Nou, wel dat er gebouwd kon worden, dat moet ik wel zeggen, maar niet zo snel. Dus ik ben heel blij dat we hier staan in zo'n snelle tijd van een gebouw wat leeg stond. Stond toen al leeg toen ik aangesteld was. En dat we nu gewoon starten te bouwen en dat eind van het jaar mensen wonen. Dat is toch wel waar wij het voor doen. Snelheid in kwalitatief goede woningen. We hebben woning veel tekorten. We hebben veel mensen op de wachtlijsten staan. Dus ik ben heel trots dat we hier staan. Wat komt hier nou precies? Hier komen 40 sociale huurwoningen. Allemaal in de huur. Toeslaggrens, dus mensen die vanuit hun inkomen huurtoeslag mogen aanvragen. En dat zijn allemaal appartementen met twee slaapkamers. Een oppervlak weet ik zo niet in mijn hoofd. Volgens mij is van 70 vierkante meter oppervlak. Dat is eigenlijk heel reguliere appartementen waar heel veel mensen behoefte aan hebben. Is het dan zo dat het eigenlijk zeg maar, de bewoners zijn van deze wijk die dan de oudere bewoners hier straks naartoe kunnen verhuizen? Nou, ik vertel net al in mijn toespraak dat wij een traject hebben lopen dat mensen urgentie kunnen krijgen als ze 65 plus zijn en huurders bij ons zijn om door te verhuizen van een eengezinswoning naar een appartement. Dus mensen die zich daarop aanmelden de komende tijd van deze wijk, ja, die zouden zomaar hier terecht kunnen komen. Maar het is niet exclusief voor deze wijk, maar wij verwachten wel best een aantal mensen dat deze wijk hier naartoe gaan verhuizen.